technische problemen. We gaan hier nu even de heren voorstellen en dan gaan we dat dat even opgelost gaat worden. Op baan 1 voor de heenstemming, Krijn Hensen. Baan 2 voor GZC Donk, Duncan van Haren. Op baan 3 voor de ZBC Amersfoort, Sam Janmaat. Op baan 4 voor de zwemvereniging Haarlem, Mark Evers. Op baan 5 voor ZW 44, Michiel Jorik. Op baan 6 voor de Dolfijn, Bas Takken. Op 7 voor de ZBC Woerden, Thijs van den Ent. En op 8 voor ZBC Amersfoort, Thijs van Hofwegen. Dit is de A-finale heren 50 meter rugslag IPC. Want dat is een nieuw Nederlands record! Mooie tijd van Evers hier aan het einde van deze 50 meter rugslag. We kijken dus naar de punten, want dan weten we wie Nederlands kampioen wordt. Morgen wordt draait en dan is dat 892 punten. Dat is het hoogste puntenaantal, dus Nederlands kampioen en winnaar van de Swim Cup, Mark Evers! En dan wachten we even tot de heren uit het water zijn, want gereed staat de heer Greg Steiger. Hij is productmanager bij Arena en hij gaat de envelop uitreiken voor de winnaar, de eerste winnaar van de Swim Cup 2017. U ziet dat daar in de hoeken van het zwembad plaatsvinden. Swimbaan staat daar ook gereed en de heer Steiger met de eerste winnaar, Mark Evers. Dat was het eerste programma onderdeel. En Jos, we